Chris, Op zoek naar bevrijding. Dat is het programma wat we met jou ook maken. Waar kom jij vandaan? Uit Rotterdam. Ja. Nederland geboren? Ja, in Rotterdam ook, ja. En ook altijd in Rotterdam gewoond? Ja. Mijn ouders die komen uit Suriname. En wat voor een achtergrond had je qua geloofbeleving? Hindoe? Ja. Hoe werkt dat als je klein bent? Ja, je hebt heel veel... het is een soort van familie waarin je opgroeit. Ja, tuurlijk. Dus ook al die goden, die krijg je ook mee vanaf kleins af. Je hebt allerlei goden. Ze hingen ook allemaal in mijn kamer, allemaal posters. Oh ja? Ja. Vond je dat mooi? Wat heb je daar voor beleving bij? Je had de godin van de kunsten. Je had de godin van de rijkdom. Je had Krishna, Rama. Weet je wel, Hare Krishna, Rama. Al die goden. Ja. Eentje met een olifantenhoofd, Ganesh. Ja. Ja. Dus van kleins af aan krijg ik het mee. En ik heet ook Krishna eigenlijk. Oh. Ja. We noemen je nou Chris, maar... Ja, nu heet ik Chris, ja. Eigenlijk zit daar het hele verhaal al in, ja. Ja. Van Chris naar Chris. Ja. Ja, maar je bent dus eigenlijk je hele leven, hindoe geweest. Ja. En je ouders en de hele familie. Ja, precies. Ja. Ik was een jaar of 14. Toen dacht ik van, ik ga eens een van die boeken lezen. Oh ja? Ja, dat is best jong eigenlijk. Maar ik was 14, toen begon ik met het Krishna-boek. Ja. Maar dat was een levensverhaal van hem. Nou, dat was, ja. En toen begon ik met de Bhagavad Gita. Dat is misschien bekender. Krishna met Arjuna, de Ramayana. Dat is misschien wel bekend. Mm-hmm. En ik was 14 jaar en ik heb het in 2 maanden heb ik dat hele boek uitgelezen. Net zo dik als de Bijbel eigenlijk. Ja. En heb je daar wat uit geleerd? Ja, ik wist wie ik was. Ik wist wie God was. Ik wist dat God in de hemel zat. En dat je een weg moest afleggen naar God toe, stapje voor stapje. Ja. Ja. Maar God, dat was dus of Krishna of Rama? Nou, ik zeg, ik was 14, dus ik heb me heel erg verdiept in het hindoeïsme. Ja. En dat is, ja, het hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ja. Elke persoon heeft weer een andere god, een andere favoriete god. En dat is dan ook gelijk de hoogste god. Ja. Als je op de dag van Shiva naar de tempel gaat, dan is hij de grootste. Als je op de dag van Krishna naar de tempel gaat, dan is hij de grootste. Okay. Als je op de dag van Durga naar de tempel gaat, dan is hij de grootste. Ja. Dus het is, ik zie het als een kerstboom eigenlijk. Het is maar je kan kiezen welke tak je de piek wil zetten en dat is dan gelijk de hoogste. Ja. En dan ben je nog alleen met de beelden bezig en dan heb je ook nog het onpersoonlijke. Ja. Dus dat is dan een geest, een niks, een Bram kan je het ook noemen. En het is heel ingewikkeld. Het is echt, door de bomen zie je het bos niet meer. Maar omdat je opgroeit in de cultuur, wordt het iets vanzelfsprekends? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Het is ook een cultuur. Het is een... Ja, je hebt 1,2 miljard hindoes eigenlijk, Indiërs. Het is heel veel, heel interessant. Je hebt de Advaita Vedanta ook nog. Dat is dus dat jij bent alles en alles ben jij. Dus dat wordt heel spiritueel eigenlijk. En heel... Ja, los van die beelden, dan heb je het over principes... En daar kan je ook weer in verdiepen. Dus op een gegeven moment geloofde ik wel van er is wel iets van een god. En iedereen noemt het anders. Mm-hmm. Je kan het allemaal een naam geven, maar het is iets positiefs. Ja. En je moet je gedachten altijd zeg maar, positief houden. Dus ik denk dat is de essentie, dacht ik, van alle geloven. Ja. En heeft het jou geholpen? Ik was 35 en ik dacht, dat is al een aantal jaar geleden, en ik dacht van, ik wil zijn stem horen, Gods stem. Want ik deed alles wat ik moest doen van het geloof. Ik hield me aan alle regels. Ik was vegetarisch, ik ging naar de tempel. Je mag niet liegen, je mag niet stelen, je mag niet gokken, geen seks voor het huwelijk, vegetarisch leven, geen alcohol. Ik heb me daar overal aan gehouden.
En ik heb ook alles gedaan wat God verboden heeft. Het is dubbel. Ja, maar ik voelde geen verschil van binnen. Oké. Ik had niet het idee dat ik goed bezig was als ik het... Het was van binnen bleef het... Ja, het was om het even of je nou goed of slecht. Ik geloofde in karma en ik geloofde... Ja, je gelooft zoveel. Het is, ja. Ik had wel het gevoel dat ik vrij was. Dat in ieder geval wel. Ja. Maar dat is een ander gevoel dan de vrijheid die je nu hebt? Ik had het gevoel dat ik vrij... Ik weet nog dat ik ik was op station Leiden en er kwam een man naar me toe. Ik stond daar te wachten op iemand en hij zegt, heb je misschien een paar minuten? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ik moest daar toch wachten op iemand. Ja. En het was een christelijke man. En hij sprak tot mij en ik had zoiets van, wat ben jij triest eigenlijk? Ja. Ik zeg tegen hem van, jij kijkt naar al die mensen die hier rondlopen en voor jou gaan ze allemaal naar de hel, tenzij ze in Jezus geloven. Ik zeg, dat is toch een heel angstig leven. Hij zegt van, ik sta te bidden dat God jou nu aanraakt. Ik denk, ja, dat zal wel. Weet je wel, doe je best, maar ik denk, nee. Ja. Ik dacht, ik ben vrij, maar jij bent gebonden door een angst. En ik had nooit het gevoel dat ik op zoek was. Ik had ook nooit het gevoel dat ik gebonden was of zo. Nee. Nee. Ja, maar ik merkte... Je had ook geen angsten? Angsten? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Dus gewoon alles ging goed. Ja, ik was ook wel overtuigd dat ik naar de hemel zou gaan. Oké. Ja. Ik was echt, ik loog niet, ik stal niet, dus ik was goed bezig. Ja, maar je zei van, ik deed alles wat God ook verboden had. Heb ik ook gedaan, ja. Dan hebben we het over drugs, dan hebben we het over feesten, dan hebben we het over studententijd en bier. En het begint met bier en dan, ja. En dat gaf je geen bedroeging, geen... Nee. Nee, wel een kater. Ja, dat is altijd met... hoofdpijn, depressie ook wel op een gegeven moment. Ja, toch wel. Ja, dat wel. En dan had je elk weekend moest je toch eventjes... Ja. Ja, je moest even iets... Al is het een biertje of iets, maar je moet even, even die kick. Ja, precies. En ik dacht, maar dat kan de bedoeling niet zijn van het leven. Nee. 5 dagen per week naar school of naar je werk. Mm. En dan in het weekend moet je gewoon even... Uit je dak. Ja. En ik dacht, ja, ik was 35. Ik denk, straks ben ik 40. Ja. En dan sta ik nog steeds in de kroeg. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ergens begon je na te denken. Ja, ik dacht... En toen dacht ik van, ik stop ermee. Ja. Met dat hele feesten, met dat hele... Ja. Ja. Speelde meditatie ook een rol in je leven? Ja, ik was 35. Toen was ik begonnen met mediteren, inderdaad. Okay. Ja. Transcendente meditatie. Een beetje dezelfde tijd. Ja, want ik dacht van, jongens... Er moet toch meer zijn? Ja. Want ja, je gaat van het ene feest naar het andere feest. Mijn hele jaar was al volgepland. Kaartjes voor alle festivals waar ik heen ging. Oh ja. De feesten, noem maar op. En elk jaar weer hetzelfde. Mm. Dus dat, ja, op een gegeven moment gaat het vervelen na 5, 6 jaar. Ja. Ik denk, ja, dan gaan we weer. Dan is het januari en je weet al wat je hele jaar wordt. Ik denk, nee, er moet meer zijn. Ja. Dit kan de bedoeling niet zijn van het leven. Precies. Als God bestaat... Nou, ik geloofde wel dat hij bestond, maar ik denk, dit kan het toch niet zijn. Dus ik stopte met alles. Met feesten, met mijn vrienden. En ze belden, Chris, ga je mee? Heb je al kaartjes gehaald? Ik zei, nee, ik ga niet mee. Kom je naar de dingen? Nee, ik ga niet komen. Maar ik ging toen zitten op een stoel. 20 minuten mediteren. En dan, er kwam wel een rust in mij en er kwam energie. Hmm. En ik voelde me wel een soort van creatief. En 's avonds ook weer 20 minuten mediteren. Ik heb het 1,5 jaar gedaan. Zo. Ja, 1,5 jaar... Onafgebroken, elke dag. Ja. Ja. En ik werd het ruimde wel van alles op, maar er kwam wel een leegte van binnen. Oh ja? Ja, ik had gedacht dat er geluk van binnen zou zitten. Ja. Ik dacht, als je heel diep naar binnen duikt, dan vind je het geluk in jezelf. Ja. Dat is ook wat de New Age roept. Ja, ja, ik denk van ja, als je jong bent heb je nog even geen tijd. Misschien bijna als ik even dit... Maar ik dacht, nee, nu ga ik ervoor zitten. Nu wil ik het gewoon ontdekken, dat die happiness in mezelf. Ja. Maar ik kwam eigenlijk op eenzaamheid. Oh ja. Ja. Normaal bel je dan vrienden van, hey, we gaan wat doen. En, dan ging je weer naar die feesten. Maar die, dat deed ik, dacht, nee, die wilde je niet meer. Nee, ik dacht, nee, ik ga dit, dat kan de bedoeling niet zijn. Ik ga dit oplossen. Ja. Dit moet eerst opgelost worden voordat ik... Dus ik werd heel... Ja, ik weet nog, ik zat in de auto. En ik zat echt zo te rijden. En ja... Ik was helemaal leeg. Oh ja. Ik kwam mijn auto van links en ik denk, nou, ik moet kijken, maar het was echt...
Ja, dat is... Ja. Ik weet het niet. Ja, nee. Het zat er niet. En ik gaf in die tijd gaf ik les. Ik gaf Nederlands. Okay. En er was een cursiste van mij die begon steeds over Jezus en zo. En ik denk, jongens, daar ben ik al zo klaar mee. Want ik was al klaar met die beelden en, ja, weet je wel, om al die goden een naam te geven en zo. Mm-hmm. En ik denk, ja, oké, Jezus en whatever. Het is voor een zoveelste God voor jou? Ja, ik was al veel verder. Ik was al op de spirituele, ja, de diepere, universele, noem maar op, level. Dus ik had zoiets van, en elke les bleef ze maar hangen. En ze gaf me een magazine van een kerk. En ik denk, ja, ik deed het in mijn koffer onderop. En ze vroeg steeds, heb je het gelezen? Ik zeg, nee, maar ik heb het wel in mijn koffer. Oh, wat fijn. Ja, ja. En toen, na 10 weken of zo, zei ze, ik wil je uitnodigen voor een viering in de kerk. Deze zondag. En dat was toevallig mijn verjaardag. Oh ja? Ja. En ik denk, oh ja. En ze zegt, het is zondagavond. Ik denk, oh, dat is helemaal goed. Want ja, ik had mijn feestje op zaterdag voor mijn verjaardag. Het hele huis zat vol met mensen en er was champagne en van alles. Dus ik denk, ja, zondagavond is natuurlijk beter om naar de kerk te gaan. Want 's ochtends ben ik natuurlijk helemaal geen brak. Mens. Nee, dan moet ik nog dweilen zoals altijd. Ja, ja, ja. Dus ja, ik had altijd, ja, dus ik denk, nou, dat is goed. Ja, want zaterdag was het feestje en zondag. Ik denk, ja, ik kan beter in de kerk zitten dan, ja, alleen thuis voor de tv. Ja. Dus inderdaad, feestje gehad. Was echt een heel tof feestje. En ja, hoofdpijn, kotsen. Alles, twijlen. Ja. Nou, vreselijk verhaal, dat wil je niet weten. Maar ik werd toen een uurtje 4 wakker en ik had, nou, een glaasje jus op. En het was de gemeente van Jan Zijlstra, de Levensstroom. Ja. Ik kende het verder niet, ik ging erheen. Je was ook nog nooit naar zoiets geweest? Nee. Ja, ik weet, een kerk, dat is natuurlijk zo'n stenen gebouw met van die houten bankjes en allemaal oude mensen, met alle respect. Dus ik denk, nou ja, het is een kerk, dus nou, ik kom daar binnen en ik denk, wauw, wat is dit? Ja. Het was een heel mooi, groot gebouw. Mm-hmm. Mooie mensen. Allemaal, ja, gezinnetjes ook. Ja. Een mooie auto voor de deur. Ik denk, hè, wat komen die mensen halen hier? Ja. En het was een avonddienst. Ik denk, ze zijn 's ochtends al naar de kerk, dan de kerk geweest. En dan komen ze 's avonds... Nog een keer. Nog voor wat? Ja. Ze hebben alles al. Ik denk, die mensen hebben... Je ziet wel aan, ze hebben een goede baan. Alles voor elkaar. Ik denk, hè? Ja. En ze straalden allemaal. De mensen op het podium, de zangers, de pastoor. Maar ook de mensen in het publiek. Oude mensen, jonge mensen. En ze hadden een... Ja, ze straalden iets uit. Ik denk, ja, dat is wat ik zoek. Ja. Dat is die happiness van dat in jezelf zit, dacht ik, of zo. Maar ik denk, dat wil ik. Ja, het was echt... Een confrontatie. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, ja, één God. Ik heb er zoveel, weet je. Eén boek? Nee. Dat is voor mij niet genoeg. Ik had een hele bibliotheek aan boeken. Ja. Ik heb een hele pantheon aan goden, weet je. Dat is één boek, één God. Ik denk, nee. En toen zei iemand tegen mij, heb je een Bijbel? En ik had een Bijbel, ik had de parallel. Die stond ertussen? Ja, die had ik nog in cellofaan. Okay. Ik was er wel eens een keer ooit eens in begonnen, bij Genesis. Maar ja, dat roept zoveel vragen al op. Ja. 7 dagen, de wereld geschapen, Adam en Eva. Ik denk, ja, ja, kom op zeg. Dus. Maar die persoon in de kerk die zei, je moet beginnen bij Marcus. Ik denk, oh, oké. Dus ik pakte die Bijbel uit, ik ging zitten... En ik keek zo in het register, Marcus, ik denk, het Nieuwe Testament. Dus bladzijde 1400, zoveel is dat. Ik denk, dat gaat lekker, dacht ik. Ja. En ik had Marcus in 2 dagen uit en dat was het levensverhaal van Jezus. Ja. Ik denk, ja, dat is alles. Dat is toch niet genoeg? Ik heb veel meer nodig, dacht ik. Hmm. Dus ik ging naar de dienst en de pastoor die zei op een gegeven moment van, nou, als je Jezus wil gehoorzamen... En het evangelie wil verkondigen, kom er naar voren. En nou, de hele kerk ging naar voren, iets 75 man of zo. Ja. En ik zit daar, heel mijn rij was leeg, want iedereen stond voorin. En ik denk, wat is dit joh? Al die blanke mensen die blanke Jezus staan te aanbidden. En ik denk, ja, dat is, had ik op National Geographic gezien. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een importgod, zeg maar. Ja. Dus, nou, dat is, ik wil wel zoiets, dacht ik, maar... Dit is toch niks voor mij. En ik zat daar en het was mijn verjaardag. En mijn vader was al een aantal jaar overleden. En ik bad niet tot
jullie God, zeg maar. Maar ik sprak tot mijn eigen vader, die overleden was. En ik zei tegen hem, ik zeg, pa, ik ben jarig vandaag. Ik wil je een cadeautje vragen. Ik wil hier aangeraakt worden. Ja. Ik wil geen boeken meer lezen. Die Bijbel, ik heb al zoveel gelezen. Ik zeg, ik wil het hier voelen. Ja. En ja, ik ging naar huis. Je was niet naar voren gegaan? Nee, het was niet voor mij. Ik wilde wel zoiets, maar niet dat. Nee. Maar het was een tweedelige dienst. Uh-huh. Dus de week daarna was het tweede deel. Okay. En ja, zondagavond. Ja, het is toch niks op tv, dus ik keek er weer heen. En ja, er kwam weer zo'n soortgelijke oproep. En ik dacht van, nee, dat is het niet. En ik zie de pastor lopen over het podium. En hij was, het leek in gedachten. En hij zegt opeens, mensen met pijn in hun onderrug, kom naar voren. Ik denk, dat ben ik. Dus ik sta op, ik loop naar voren. En met 15 man of zo stonden we daar. En hij zegt, zeg me na. Zeg, genezing komt tot mij in Jezus' naam. Ik zal mijn rug gebruiken in de dienst van het koninkrijk. En de pijn was weg. Zo. Opeens, in één keer. Ja, en de mensen kwamen naar me toe en zeiden van, en waar is je pijn? Ik zeg, die is weg, maar ik voelde twee witte duivenveren die mij aanraakten hier. En er kwam zo'n rust in mij. Ja. Ze zeggen, ja, dat is de Heilige Geest. Ik dacht, ja, Heilige Geest. Ja, ik ken het van die maffiafilms natuurlijk. Ja. Als ze zeggen, in nomine die patri, de filio en spiritus santo, weet je wel, maar... Dus ik de volgende week weer naar de dienst gegaan, naar het boekwinkel van de Levensstroom. En ik keek zo bij de afdeling Heilige Geest. En ik zag zo Benny Hinn. Ik denk, ja, Benny Hill, daar had ik wel eens van gehoord. Dus ik dacht, even kijken wat voor oplichter dat is. Het boek van de Salving. En ik had het boek gelezen. Ik was het boek aan het lezen in de trein naar Amsterdam, of in de auto Amsterdam. Even wat gedronken, verder lezen. Even wat gegeten, weer verder lezen. En s'avonds was er weer een dienst. Dus ik weer verder lezen. En toen las ik dat de Heilige Geest een persoon was. Dus niet een, wat ik geloofde, dat God is een geest of een positieve energie die zweeft over de wateren. Of die een, weet je, maar het is een persoon. En hij heeft een persoonlijkheid. En je kan hem verdrietig maken. Hij kan luisteren. Hij kan spreken. Hij is met jou. Hij kan je troosten. Dus het is net als God een persoon is. En Jezus is een persoon. Is de Heilige Geest ook een persoon? Ik denk, oh wauw, dat wist ik helemaal niet. Nee. En ik s'avonds naar de dienst. En Jan Zijlstra was aan het vertellen over Jezus. En ik weet niet precies wat hij vertelde, maar de Heilige Geest sprak tot mij hard. En hij zei, Jezus is de Zoon van God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zo. Dat kwam binnen. En toen kwam er een oproep en ik ging naar voren. En ik sta daar met misschien 100 mensen en pastor Arne van de Knaap die kwam naar me toe, want hij had me nog gezien een week ervoor. En hij zegt, weet je wel wat je aan het doen bent, want het is heel belangrijk. En ik had zoiets van, nou kom maar op. Ik wist niet wie Jezus was eigenlijk. Ik had wel een aanraking van de Heilige Geest gehad, dus ja, voor mij was het de formule. En ik zei, ja Jezus, dank u wel dat u stierf voor mijn zonde. En ik geef mijn leven aan u. Want ja, ik had een leven. Ik had het wel geprobeerd om gelukkig te zijn. Ja. Ik had zoiets van, jongens, als u bestaat, nou, probeert u het maar. Maar mij lukt het niet. Nee. Om gelukkig te zijn. Nou, en er kwam een rust in mij, zoals die ik nooit eerder heb gekend. De Bijbel zegt ook van, toen Jezus gedoopt werd, toen scheurde de hemel open en een duif kwam op hem. Ja. En hij bleef op hem. Ja. Dus al die dingen die ik daarvoor in de New Age heb meegemaakt, dat waren aanrakingen, dat waren momenten die wel krachtig waren, die zeker werkten. Mm-hmm. Maar na een paar keer gingen weg. Ja. Maar de Heilige Geest bleef op hem. Is dat een kenmerkend verschil tussen wat Jezus doet en wat je probeert te ontvangen via het hindoeïsme? Ja, het is nu 7 jaar geleden en hij rust nog steeds op mij, in mij, is met mij. Het is een kick zonder een kater. Er is een rust in mij gekomen. Had je verder nog
last van die goden daarna? Moest er nog een stukje bevrijding plaatsvinden? Ja. Er was een vrouw, een pastoor, die mij aansprak op een dag. En ze zei van, waarom noem je jezelf nog Krishna? Je weet dat het de afgod is. Ja. Hij heeft me nooit geleid naar het licht. Het zijn allemaal richtingaanwijzers ergens naartoe. Mm-hmm. Maar je hebt het nooit. Je bent er nooit. Je denkt wel dat je dichterbij bent en dichterbij. Ja. Je bent er bijna en bijna en bijna, maar je bent er nooit. Dus het zijn eigenlijk dwaalwegen waarin je gestuurd wordt. Met al die goden, al die boeken, al die hemels die ze allemaal hebben. Noem maar op. Het is, Dus ik moest daar wel van bevrijd worden, ja. Ja. Je moest daarvan bevrijd worden, maar hoe is dat gegaan? Op zich, ik ben eens in de twee weken bij die pastoor geweest thuis. Ja. Ik heb mijn hele verhaal verteld over alle goden die ik aanbeden heb. Ja. Alles wat ik gedaan heb. Een stukje voor stukje opgeruimd. Ja. Ja, het was een heel, heel diepgaand traject, ja. Hoe lang heeft dat geduurd? 8 maanden. Zo. Ja. Maar nu hebben die goden geen aanspraak meer op je? Nee. En ze komen ook niet terug in je beleving? Ik weet, voor ik gedoopt werd, toen kreeg ik een droom van Sai Baba. Dat is, hij is al dood. Ze zeggen dat hij God is, maar hij ligt in zijn graf. Mm-hmm. Dus is anders dan Jezus die opgestaan is natuurlijk. Ja. En ik was in die droom was ik in die tempel en ik denk van, is dit alles? Ja, ik weet niet of dat een aanval uit het duistere rijk moet noemen, maar ik moest erom lachen. Ik denk, jongens, kom op zeg. Ja, Nee. Dus je bent echt vrij van alles wat het hindoeïsme jou heeft geprobeerd te brengen? Ja. En Jezus is de bevrijder. Amen, ja. En toen hij mij vrijgemaakt heeft en toen Jezus mij gevuld heeft met zijn liefde, toen had ik pas door van, ik was helemaal niet vrij. Ja, ik was gebonden door het leven. Ik was gebonden door, ik werd geleefd. En het is, je hebt het idee van de afstand van, mensen die naar de kerk gaan, die moeten naar de kerk. En die zijn pas beperkt. En zoals jij tegen die man op dat station zei. Ja. Alleen, nu weet ik wat vrijheid is. Nu weet ik wat leven is. En, en het is heerlijk om alles achter me gelaten te hebben. En dat gun je iedereen. Ja, zo. Wauw. Ja, zeker. Ja. Een aanraking van God. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nog midden in dat hindoeïsme zitten? Of in de New Age? Hmm. Of met alle occulte zaken bezig zijn? Wat zou je camera tegen de mensen willen zeggen? Er is één levende God. Er is een God die nu echt leeft. En met wie je nu een relatie kan hebben. En die nu tegen jou kan praten. En tegen wie je kan praten. Het is geen eenrichtingsverkeer wanneer je Jezus aanneemt in je leven. Het is een relatie met God. En dat is echt het mooiste wat er is. En dat gun ik echt iedereen. Dankjewel Chris dat je je verhaal met ons wilde delen. Heel graag gedaan. En mooi om te horen dat Jezus overwinnaar is, ook over een hindoeïsme en de opgroei daarin. Hè? Dat je daar helemaal in hebt gezeten en dat hij jou helemaal bevrijd heeft. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, het einde van dit programma alweer. En mooi om te horen hoe de heer Jezus inderdaad ook de enige is die de weg, de waarheid en het leven genoemd mag worden. Het is niet door Krishna, het is niet door Boeddha, het is niet door Mohammed, maar Jezus is de enige weg, de waarheid en het leven. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.